Go Data Driven doet voor het vierde jaar mee aan Big Data Expo. Dus we zijn standhouder van het eerste uur. En ik vind het een fantastisch initiatief. Waar 4 jaar geleden de Expo echt nog draaide om Big Data, zien we dat in de afgelopen jaren de beurs steeds meer om toepassingen van datatechnologie gaat. Ja, en hier verzamelt iedereen in Nederland die iets met data doet, ja, zich op 2 dagen. Bezoekers die weten steeds meer waar ze naar op zoek zijn en wat ze nodig hebben. En die vraag die is ook steeds minder puur om technologie en veel meer over wat is nou de waarde voor mijn organisatie van data of een datatoepassing. Nou, de belangrijkste toegevoegde waarde van de Big Data Expo is alleen al het feit dat de beurs plaatsvindt. Want er is niks op dit gebied vergelijkbaar met de Big Data Expo. Er zijn heel veel tech-events, community-events en conferenties, maar geen beurzen waar organisaties zich kunnen profileren en waar zo'n uitgebreid sprekersaanbod is. Als data ook maar enige rol speelt binnen jouw organisatie, ja, dan is bezoeken van de Big Data Expo gewoon verplichte kost. Want je raakt hier geïnspireerd, geïnformeerd, dus ook om te netwerken is het fantastisch. En we proberen de bezoekers te prikkelen en te informeren. Informeren doen we aan de hand van een datasurvey die we samen met Big Data Expo uitgevoerd hebben onder 1350 professionals. En het prikkelen proberen we te doen aan de hand van een Formule 1 challenge die we hier op de stand hebben staan. Waarbij je niet alleen virtueel kan racen in een 1-op-1 replica van een Formule 1 auto, maar waarbij je ook aan de slag kan als race engineer in een pit terminal. Ja, wat ik heel interessant vind zijn de ontwikkelingen op het gebied van cloud technologie. Omdat daar geavanceerde technologieën eigenlijk direct beschikbaar zijn in een cloud omgeving. En deep learning als toepassing van data. Omdat dat zo'n nieuw gebied is waar organisaties moeite mee hebben om het praktisch in te gaan zetten. Dat zijn 2 onderwerpen die mij op dit moment het meest aanspreken.